afgelopen weekend hun hart ophalen in de Jan Massinkhal in Nijmegen bij de Tomo Fair. Voor diegenen die niet verkleed naar de Tomo Fair waren gekomen, was er de mogelijkheid om zelf cosplaykostuums en originele Japanse kledij te kopen. De vele bezoekers van de grootste Japanse indoormarkt van Nederland hadden ook de mogelijkheid om gratis Japanse les te krijgen. Ook de mangaboeken en Pokémon waren ruim aanwezig. Er kon Japans gesnoept en gegeten worden en ook allerhande toepasselijke, maar vooral minder toepasselijke attributen waren verkrijgbaar. Zwaarden bijvoorbeeld. Hier en daar werd iemand neergestoken, maar dat scheen erbij te horen. Volg ons online via Facebook @altijd_n1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijd_n1. Want Nijmegen is altijd N1.